Het is allemaal vergankelijk. Leuk jongens, jullie Sleutjespook, hè? Want is dat jullie achternaam? Heten jullie Sleutjes? Ja, wij zijn Piet en Jan Sleutjes. Nee, maar vertel eens, waar komt de fascinatie vandaan? Nou, omdat ik geïnteresseerd ben zeer in occulte waarden. Oeh, en hoe zit dat bij jou dan? Ik ben slechts een gevangene. Oeh, slechts een gevangene. Spannend. Ja. Ja? Ja, dat Sleutjespook, dat is natuurlijk in een mysterie, hè? Begrijpt u wel? Begrijp ik wel. Ja. En het Sleutjespook is zelf al een mysterie, maar wat nog interessanter is eigenlijk om een studie te verrichten naar wat is nou het vervolg op het Sleutjespook. Want hier in Schijnen denkt iedereen dat het afgelopen is met het Sleutjespook, maar dat is niet zo. Er is namelijk een Sleutjespook part 2, de volgende generatie. En daar gaan wij het over hebben. Broeders en zusters, welkom hier. In de Wildeman. Kijk, dat is de Wildeman. En daar begint het verhaal van het Sleutjespook. En ik ga u dat vertellen en u mag erbij zijn. En het is niet alleen het verhaal van het Sleutjespook, maar het gaat verder. Ik vertel u ook het vervolg op het Sleutjespook. Sleutjespook part 2, de volgende generatie. Zorg dat u erbij bent. Geef u op bij tip, 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 tip. Bij tip. Dus Schijnlo staat eigenlijk voor Spookbos. Ziet u dat als het eerste waarschuwing? En we zijn speciaal naar Schijnlo gekomen voor u, Tilaire. Broeders en zusters, kijken we even met bewonderende blikken naar dit prachtige pand. Als u daar binnen bent, kunt u ook even mijn broeder begroeten. Want dadelijk links van u ziet u mijn broeder Antonius. Hoe gaat het nu verder? Het is nieuwjaarsdag, 8 uur, rond 1750. Stoere Ferdinand is aangekomen bij het slotje, het kasteeltje, en die maakt een vuurtje in de open haard. Wow! Dat was niet zo'n goed idee. Hij denkt, wat ga ik nu doen? Nadenken. Hij loopt naar de deur. Hij voelt aan die mooie koperen knop. Hij draait de knop op. De deur was gewoon open. We luisteren naar zijn vader. Heeft hij zijn vader gevolgd met een mes? En boven, in het slotje, boven aan de wenteltrap, heeft hij net zo lang op zijn vader ingestoken. Tak, 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 tak. Sorry, niet meer vragen. Tot hij dood was. En, broeders en zusters. Dat bloed hebben wij geprobeerd af te poetsen. Dat komt elke keer weer terug. De spookman zegt: deze toren mag een wraaktoren genoemd worden. En ik ben het spook. Kans heeft gekregen om penitentie te doen. En daarom zijn zieltje blijven hangen. Nou zult u zeggen: ja, wat maakt ons dat nou uit? Hebben wij er last aan? Nou, broeders en zusters, zalig zijn de onwetenden, want u hebt daar last van. Dus zuster Josefina, die opent dadelijk haar bureau. Zij maakt zelf een inschatting van wat u zou moeten betalen. En als u die schuldbekentenissen, die aflaten koopt, die zijn niet alleen maar voor het zielenheil van dat spook, maar ook voor uw eigen zielenheil. Want daarmee opent u eigenlijk ook een snellere weg naar het genaamhuis. Dus ik zou zeggen, sla uw slag. En dan hebben we speciaal alleen maar vandaag voor de kunstroute, voor de mensen die veel betalen,
Die mogen het bloedspoor aanraken. Voor het van het leven te bewaren. Ja, ik stop u dat goed in de zakdoek. Denkt u goed na over alle zonden die u begaan heeft in uw leven? Ik kan zo zien dat het er nogal veel zijn. Ja, ik durf niet net op de schaal van 1 tot 10 te bedenken. Ja, ik denk dat het wel minstens een 11. Een 11? Nou ja, in dit geval past 11 natuurlijk wel.